Wat als je ouders anders zijn dan jij zou willen dat ze zouden zijn? En dat is iets wat, denk ik, iedereen wel voor een deel bij zichzelf herkent. Dat gevoel van, oh, waren mijn ouders maar anders hierin of daarin? En als een klein kind waren wij heel afhankelijk van onze ouders voor hun aandacht, voor hun verzorging, voor hun liefde, voor hun warmte, voor hun bescherming. En een mensenkind wordt ook nog eens onrijp geboren in die zin van dat hij nog niet kan lopen, zoals een dier, die kan al bijna meteen na zijn geboorte lopen. Wij zijn in heel veel dingen nog afhankelijk van onze ouders, omdat ons zenuwstelsel nog niet volledig ontwikkeld is. Wij moeten de baarmoeder al verlaten, voortijdig eigenlijk, omdat anders ons hoofd te groot zou worden om nog door het geboortekanaal te kunnen. En onze ouders, met name, meestal is de meest directe verzorger is de moeder, maar het kan ook een andere iemand zijn uit het familiesysteem, of uit, niet uit het familiesysteem door omstandigheden. En ik zeg nu even voor het gemak, de moeder, die kan niet 24 uur per dag helemaal met haar volle aandacht aanwezig zijn. Ook zij heeft ook nog andere behoeften en ook zij heeft nog andere dingen te doen, of ze heeft nog andere kinderen, of ze heeft nog werk wat ze moet doen in het huishouden of ook in buitenshuis, als ze ook geld moet verdienen of wil verdienen. En daarnaast heeft zij ook haar dingen van die zij niet van haar ouders heeft ontvangen en die ze dus ook niet door kan geven. Of ze kijkt nog terug naar haar eigen familiesysteem, omdat daar iemand gehandicapt is of hulpbehoevend, of omdat zij heeft moeten inspringen voor haar ouders. Dus wat er gebeurt als jij als kind merkt dat je ouder afwezig is, fysiek of ook emotioneel, dan is dat echt een pijnervaring voor het kind. Een hele diepe pijnervaring en ook een angstervaring. Want je voelt dan dat je in een vacuüm zit, waarbij je als, zeker als heel klein kind, niet eens weet wanneer dat vacuüm op zal houden. Want je hebt geen tijdsbesef ook. Dus dan zijn we als kind al een bril op gaan zetten, waardoor we zijn gaan kijken van, als onze ouder maar niet dat weer doet, als ze maar niet weer weggaat. En als ze dan weer even weg is, dan versterken we ons beeld. En op die manier hebben we een plaatje gevormd van onze ouders, dat wat heel anders is als hoe onze ouders in wezen zijn. Ze zijn totaal iemand anders dan ons plaatje. En om onszelf te beschermen, gaan we dan labels toekennen aan onze ouders. Dus dan gaan we zeggen, oh, mijn ouder is bijvoorbeeld narcistisch, als we ons gaan verdiepen in al die theorieën, of mijn ouder is borderline, of mijn vader was alcoholist. Het kan zijn dat vader veel alcohol dronk, maar dat was dan ook weer voor zijn bescherming. Alcohol heeft het leven van heel veel mensen gered, omdat het anders ondraaglijk was vanuit hun familieomstandigheden. Zonder daarmee jouw pijn weg te poetsen die ontstaan is door alle gevolgen van alcoholisme van ouders bijvoorbeeld. Maar als we in de familieopstellingen gaan kijken, dan ga je echt zien de invloeden die op je ouders gewerkt hebben. En van daaruit, vanuit dat zien, ontstaat een begrijpen en een veel breder perspectief. En wat dan overblijft, is het feit dat zij jou het grootste geschenk hebben gegeven wat er is. En dat is het leven. En
dat is geen klein geschenk. Dat is de moeder bijvoorbeeld, die heeft jou gedragen in de baarmoeder met alle ongemakken daarvan, ook de vreugde daarvan waarschijnlijk of misschien, maar ook alle ongemakken, het bijna niet kunnen slapen met zo'n dikke buik, het bijna niet kunnen eten als er geen ruimte meer was in de maag, de misselijkheid vaak en het overgeven wat er bij hoort, de moeheid, de last voor het lichaam, voor de rug. Sommige mensen krijgen veel spataders en de geboorte op zich is al levensbedreigend. Voor elke vrouw kan het je het leven kosten. En zeker in het verleden is dat nog vaker gebeurd. En dan begint het dat het hele leven van de ouders verandert. 24 uur per dag. Zorg voor het kind. In alles. In alles. Elke minuut. Kijk of het kind zich niet ergens aan brandt. Of die niet de straat ineens oversteekt. Of die niet... of die geen natte luier heeft, of die wel genoeg eten heeft, of die genoeg kleren heeft. Waar moet het geld vandaan komen? Dus dat is een totale investering. En natuurlijk, geen enkele ouder kan dat 100% op een dag doen. Dat zou je zelf ook niet kunnen. Maar de waardering daarvoor is zo belangrijk dat ze je ontvangen hebben, dat ze je het leven gegeven hebben en op zich is dat al zo groot. En dat ze daarna in de meeste gevallen dus nog meer hebben gedaan, dus zoveel meer. En als kind kunnen wij dan vervallen in het eisen gaan stellen, in de zin van dat wat we niet hebben gekregen van onze ouders, dat alsnog willen of verwachten of zelfs gaan verwijten wat ze ons niet gegeven hebben. En in feite is dat een disrespect voor wat zij gegeven hebben. Dat betekent niet, zeker niet, dat je je pijn niet kunt voelen. Ik heb zelf ook heel veel therapie gedaan in het verwerken van alles wat ik in relatie met name mijn moeder ben tegengekomen. Mijn moeder had als kind in het Japanse concentratiekamp gezeten. Dus heel veel pijn, heel veel vernedering daar opgedaan, moeten overleven. Extreme honger gevoeld. Dus als ik als kind zei, je hebt honger, dan had zij zoiets van, waar heb je het over? Waardoor ik me weer niet gezien voelde in mijn behoeften. Maar vanuit haar gezien is het zo logisch. Dus het is zo belangrijk om te gaan zien dat je ouders alleen maar mensen zijn. Dat ze gewoon mensen zijn. Mensen met hun beperkingen, mensen ook die er niet 24 uur per dag kunnen zijn, met ook hun eigen behoeften. En het is belangrijk om je eigen pijn te voelen en daarmee te werken. Maar wat vruchteloos is, is om tegen je ouders te gaan zeggen, oh, wat je toen aan mij hebt gedaan, dat was zo verkeerd. En dat werkt niet, omdat het niet nog te repareren is wat daar gebeurd is. Je ouders kunnen je nu met hun nieuwe inzicht, met wat zij weer in groei doormaken, kunnen ze je geven wat zij nu weer hebben. Maar wat ze vroeger niet konden geven, dat kunnen ze niet nu alsnog geven. Die pijn van jou, van wat je vroeger niet ontvangen hebt, die blijft. Die kan alleen veranderen als je het in een breder perspectief gaat zien. En als jij gaat eisen van je ouders, van je moet me dit geven, of je gaat verwijten wat je niet hebt gehad, dan sluit zich iets in de ouder. Een ouder is ook een mens en die heeft jou willen geven. Dat wil bijna elke ouder. En als dat niet ontvangen is, dan beschermt de ouder zich. Die sluit zich dan steeds meer.
En dat voel jij weer als kind. Jij voelt, mijn ouder sluit zich. Dus ga je nog harder trekken aan de ouder. En dan krijg je een spiraal die steeds verder naar beneden draait. En wat ik zie bij de mensen die bij mij komen voor een familieopstelling, is dat ze dan bijvoorbeeld al een jaar of jaren hun vader of moeder niet gezien hebben. En dan zeggen ze soms van, maar ik ben gelukkig. Maar deep down kun je niet gelukkig zijn als je het contact met je ouders verbroken hebt. Omdat de levensenergie, dat wat jij ontvangen hebt, kan niet doorstromen. En je kunt ook niet de steun van je ouders in de rug voelen met wat zij jou wel gegeven hebben. Als iemand straalt, als je het hele gezicht ziet stralen, dan kun je er bijna van uitgaan dat hij een goede relatie heeft met de ouders. En een goede relatie is dat je kind bent, dat je alleen maar ontvangt wat zij je gegeven hebben. En dat je je ouders neemt precies zoals ze zijn, zonder ook maar iets aan hun te willen veranderen. En de pijn kan hem ook zitten in dat je voelt van, oh, bijvoorbeeld mijn moeder kan niet blij zijn, kan niet zien dat ik zo blij ben, dat ik gelukkig ben. Jij voelt misschien als kind dat zij ongelukkig is en je voelt, oh, ze kan niet zien dat ik blij ben en gelukkig ben. En dat is heel pijnlijk voor een kind, want die wil dat delen met de ouder. En dat komt bijna altijd voort uit het feit dat de ouder zelf niet gelukkig is of heeft kunnen zijn. En die kan niet levelen met jouw blijheid. Die kan niet contact maken op het niveau van jouw blijheid. En dat is eenvoudigweg onmogelijk als je het zelf niet hebt kunnen ervaren en voelen en doorleven. En dan kan het ook heel confronterend zijn als je kind blij is. En voor het kind kan het voelen van, oh, als ik blij ben, dan verlies ik het contact met mijn moeder. En dat is pijnlijk. Dat zeg ik ook uit mijn eigen ervaring. Maar in jouw groei kun je een stap dieper gaan. Kun je gaan zien, zij kan dit echt niet. Zij kan niet voluit blij zijn. Bij mijn moeder bijvoorbeeld, als zij voluit blij geweest was, dan verloor ze de loyaliteit of het contact naar alle slachtoffers uit het Japanse concentratiekamp, alle kinderen die gestorven zijn, waarvan zij zag dat ze elke dag op een kar werden geladen, de lijkjes, kinderen waarmee ze eerder nog gespeeld had. Als zij volop blij door het leven was gegaan, had ze van binnen gevoeld van, ik laat hen vallen. Dus in dit geval weet ik nu een reden van waarom mijn moeder vaak niet volop blij kon zijn. Maar het kan ook zijn dat je de reden niet weet, maar die is er wel. Dus wie ben jij om te gaan zeggen van, mijn moeder moet ook blij kunnen zijn met mij. Natuurlijk is het je verlangen als kind. Je wil dat delen, je wil daarin gezien worden. Maar wat ik zie in familieopstellingen is dat als een kind zich weer opent naar de moeder, precies zoals zij is, en een stap dichter naar de moeder toe doet, en dat is ook vaak wat wij verwachten als kind, dat de moeder een stap naar ons toe zal doen. Dat is niet de juiste houding. Als de moeder dat zou doen, zou ze zich gedragen als jouw kind. Maar het kind heeft naar de moeder toe te gaan. Tenzij er als heel klein kind een onderbroken beweging is geweest. Dat je bijvoorbeeld heel lang gescheiden bent geweest van de moeder. Maar daar ga ik nu niet dieper op in. Dan is het nodig dat de moeder naar het kind komt. Maar meestal moet jij naar de moeder gaan. Dus ook als je conflict hebt gehad of een hele lange tijd denkt van, oh, ik weet niet hoe ik die verbinding weer moet maken.
En je gaat wachten tot je ouders naar jou komen. Dat is niet de weg. De weg is dat jij naar hen gaat. En dat je hen neemt zoals ze zijn. En dat je, stel dat je moeder je niet kan geven, dat ze je een knuffel geeft en je lichamelijk omarmt, wat jij zo graag zou willen. Maar dat zij jou iets, een cake voor je heeft gebakken. Of dat ze je een kop thee geeft. Het is belangrijk om te ontvangen wat zij geeft, wat haar manier is om haar liefde uit te drukken. En dat kan een andere manier zijn dan die jij in je hoofd hebt. Maar als je bij die manier blijft van te eisen wat je in je hoofd hebt, dan blijf jij ongelukkig. En blijft ook zij ongelukkig, want er is een muur tussen jullie. Maar als je ontvangt wat ze geeft, dan voelt zij ook, mijn liefde wordt ontvangen. En als ik dat zie gebeuren in een opstelling, dat het kind naar de moeder gaat, dan zie je hoe de moeder, hoe degene die opgesteld staat als moeder, zich opent. En hoe dan ook het kind zich weer verder opent. En dan komt er een wisselwerking tot stand, waarbij ook uiteindelijk het kind gaat voelen, jij als kind gaat voelen dat je moeder uiteindelijk jouw geluk wil. Dat is de grootste voldoening van een ouder, om het geluk van het kind te zien. En wat ik ook vaak zie en waar ik me waarschijnlijk zelf ook heus wel ooit schuldig aan heb gemaakt, is dat het kind zich groter wil maken dan de ouder. Dat kan zijn door te gaan zorgen voor de ouder. Daar ga ik nu niet dieper op in. Daar gaat een ander filmpje van mij over een goede relatie met de moeder. Maar ik heb het nu over wat je doet in je leven. Dus het kan zijn dat je voelt, oh, mijn leven gaat in zo'n flow. Of als je op het spirituele pad bent, ik ben zo spiritueel bezig. In feite, als je dat zo voelt en gaat etaleren, en ik zeg dat ook hier uit mijn eigen ervaring, is dat in feite spiritueel ego. Dat heeft niks meer met spiritualiteit te maken. Spiritualiteit is iets wat in feite heel aards is het ook om kunnen gaan met de beperkingen, met dingen precies zoals ze zijn. Dat is in feite spiritualiteit. Zijn met wat er is. Maar wat voor werk jij ook doet, ook als je denkt, oh, ik heb veel beter gestudeerd dan mijn ouders, ik heb een veel betere baan. Vaak zie je dat vanuit die houding ook een burn-out ontstaat. Het beter willen doen dan de ouders, deep down, dat zijn dingen die onbewust gaan. Of spiritueel beter willen zijn, dan stel je je boven de ouders. En dat is niet jouw ware positie om je leven te kunnen laten stromen. Wat voor succes jij ook hebt ook in jouw leven, je succes dank je aan je ouders. Jouw succes in je leven is dankzij jouw ouders. Ook als je ouders een beroep hebben waarop jij neerkijkt. Je wil niet weten wat jouw ouders in hun leven bevochten hebben om dat beroep te kunnen doen. Of wat zij hebben gedaan om zich los te maken van oude tradities. Of wat zij hebben gedaan om dingen te dragen van mensen uit hun verleden. Of wat het betekent hoe zij met hun werk omgaan. Wat het hen van binnen voor groei heeft gegeven. Alles wat zij gedaan hebben, heeft het voor jou mogelijk gemaakt om nu dat te doen, die spirituele groei te hebben, aan de pijnpunten die je hebt ervaren, ook in het contact met je ouders. En door dat wat zij jou gegeven hebben, als zij jou bijvoorbeeld in aanraking hebben gebracht met armoede,
dan heeft dat ook iets voor jou gedaan om daarmee te dealen. Het heeft alle obstakels in je leven, die geven jou ook groei. En ik ben ervan overtuigd, maar dat hoef jij natuurlijk niet te hebben, dat neem ik je, dat ben je vrij in, dat wij ook onze ouders kiezen. Dat onze ziel kiest waaraan wij ook willen groeien. En de diepste vreugde en liefde gaat stromen als jij gaat zien waarin je lijkt op je ouders. Dus dat in plaats van dat je denkt, oh, dit, hier zet ik me tegen af, dit verafschuw ik in mijn ouders. Als je kijkt naar waarin jij boos bent op je ouders of waarin je, waarop je neerkijkt bijvoorbeeld bij je ouders. Als je bij elk van die dingen gaat kijken, wat herken ik daarin? In mezelf, daarvan in mezelf. Meestal word je het boosste, meest boos op iets wat je in jezelf hebt. En dat geeft je je groei. En wat het ook geeft, en dat zie ik ook in de familieopstellingen, is dat als jij gaat zien waarin je lijkt op je ouder en je zegt, papa of mama, hierin lijken wij op elkaar, dan gaat er iets stromen. En als jij vanuit die houding komt naar je ouders, in waarin je op je ouder lijkt, dan opent ook jouw ouder zich weer. En je lijkt altijd op je ouder. En je draagt ook beide ouders in je. Gewoon de helft van jouw genen bestaat uit die van je vader en de helft uit die van je moeder. En buiten diegene ook nog van wat je op ander gebied hebt ontvangen. En je leven stroomt pas als je je echt van binnen kunt voelen. En dat is een levensweg. Dat is iets waar je tot aan je dood mee bezig kunt zijn. Wanneer je van binnen kunt voelen, ik heb de beste ouders die ik maar had kunnen hebben. Dan stroomt je leven. Als je dat echt helemaal doorleeft, van binnenuit kunt ervaren. En ik zeg niet dat ik dat al kan, maar ik ben steeds verder op weg aan het gaan daar naartoe. Mijn ouders zijn al heel lang geleden overleden, maar ik voel dat mijn relatie met mijn ouders nog steeds beter wordt en ik word steeds dankbaarder. Dankbaarheid is een heel goed teken. En dan, daarmee wil ik niet zeggen forceer dankbaarheid. Want het kan zijn dat je nog hele stukken uit te werken hebt. Maar die stukken zijn om uit te werken in jezelf, met jezelf, in therapie. Met behulp van ook meditatie die je ankert. Met meditatie voel je dat je echt contact hebt met je zijn, met wie je in wezen bent. En je zijn staat in feite ook weer los van je ouders. Dat is een andere dimensie. Maar we hebben ook te dealen met onze ouders, met ons fysieke zijn, met ons energetische zijn, met alles. Als we ons openen voor onze ouders, dan zijn we verbonden ook met al onze voorouders. Waarvan je kunt voorstellen dat ze achter je staan. Je ouders achter jou, achter hen weer hun ouders. Achter hen weer hun ouders, een steeds grotere piramide, die allemaal met een glimlach naar jou kijken, jij die uit hen bent voortgekomen. En jij draagt iets, ook de rijkdom van al hun ervaringen, van waarmee ze geworsteld hebben, waarmee ze gezegevierd hebben. En er zijn bepaalde situaties waarin een ouder het recht verspeeld heeft om ouder te zijn. Maar dat is heel zelden. Dat is echt als je bijvoorbeeld een ouder moedwillig heeft geprobeerd om het kind te doden bijvoorbeeld. Dan is nog steeds dat je het geschenk van het leven hebt gekregen. Maar iets anders is dan verspeeld. Maar gebruik dit niet om te zeggen van, oh, dat is bij mij ook het geval. Dat is te gemakkelijk. Het is niet zo dat als je geslagen bent of dat als er sprake is geweest van incest, dat het dan betekent, mijn ouder heeft het recht verspeeld. Dat is iets wat bijvoorbeeld in een opstelling zichtbaar
moet worden. Maar meestal is er veel meer dan alleen het pijnlijke wat je ervaren hebt aan de ouder. En verandert het als je dat wat de ouder als pijnlijk naar jou gedaan heeft, als je het in een groter perspectief ziet. En dat wil niet zeggen dat in een opstelling dat ook erkend wordt, de pijn, dat ook gezegd wordt: papa, je hebt me pijn gedaan. Of mama, je hebt me pijn gedaan. Dus het is niet zo dat in een opstelling dingen uitgevlakt worden. Er wordt echt, de feiten worden erkend en dat is ook nodig. Sommige mensen zeggen: ik heb me losgemaakt van mijn ouders. Ik zie ze nu niet meer. Dat is geen losmaken. Losmaken kun je pas als je je ouders eerst helemaal omarmd hebt. Of beter gezegd, als jij je ouders omarmt, dan ben je weer in feite de ouder van je ouder. Als je je helemaal door je ouders hebt kunnen laten omarmen van binnen. Dan ben je gevoed en dan kun je je omdraaien en met de steun van je ouders jouw eigen leven ingaan. Maar een soort scheiding van, oh, nou ga ik het contact verbreken, dat is geen losmaken. In feite ben je dan continu nog veel sterker met je ouders verbonden dan wanneer je het contact niet verbroken had. Want daar gaat heel veel energie zitten in het verbroken houden. En dat maakt ook niet gelukkig. Dat is echt mijn ervaring ook in wat ik zie bij mensen die ik ontmoet in mijn werk en ook privé. Als je boos bent op je ouders, is het goed om die woede te voelen. Ook om te voelen dat het jouw woede is, dat het jouw energie is. En het is op een gegeven moment ook belangrijk om te erkennen van: die energie die ik tegen iets gebruik, tegen mijn ouders, waarvoor wil ik eigenlijk die energie gebruiken? Woede is echt een gemobiliseerde energie, een vuur in jezelf. Waar wil je die voor gebruiken? Wil je die gebruiken tegen iets, om tegen iets te vechten of tegen iemand? Of wil je die voor iets gebruiken? Als je je zou voorstellen, die energie die in je stroomt, waar in je leven zou je die energie voor willen gebruiken? Want het is een prachtige energie. Ik wil degene danken die heeft gevraagd aan mij om een filmpje te maken over dit onderwerp. Want ik waardeer zo'n vraag heel erg, want die zet mij ook weer aan het denken. En die geeft mij de gelegenheid om te tappen vanuit al mijn ervaringen en opleidingen en mijn eigen levenservaring om te kijken wat ik kan delen. Dus dat geeft ook iets aan mij. En jouw vraag van degene die het ingebracht heeft, ik noem daarbij nooit een naam, dus daar kun je gewoon gerust op zijn, die heeft ook gezorgd dat heel veel andere mensen een antwoord krijgen op iets wat ook in hen speelt. Dus ik wil je van harte uitnodigen dat als jij een vraag hebt over, die gaat over een pijn in je leven, of over het omgaan met ziekte, of over het omgaan met emoties, of trauma, of relaties, om die te stellen. En mijn gegevens kun je vinden in de beschrijving onder dit filmpje. Voel je ook vrij om te reageren onder dit filmpje. Ook jouw reactie kan ook weer veel brengen voor een ander. En geeft ook feedback voor mij. Maar voel je daar vooral vrij in hoor, want het is ook een kwetsbaar onderwerp. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen als je het niet in de reacties wilt schrijven hieronder. Ik wens jou heel veel goeds in de relatie met je ouders. Iets wat van levensbelang is, of van geluksbelang, kan ik beter zeggen. En wat ook heel belangrijk is, als je werkt aan de relatie met je ouders, dan werkt dat ook door
op jouw kinderen als je die hebt?